eerste spreker, de heer Arno Trombacher, naar voren vragen. Zo. Xander, bedankt voor de introductie. Dames en heren, van harte welkom bij deze Vonken. Mijn naam is Arno Trombacher, ik ben hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Verantwoordelijk voor het gebied People, Sport en Vitality, zeg maar het sportonderzoek binnen de TU Eindhoven. Maar daarnaast ook enthousiast atletiektrainer, hardlooptrainer en enthousiast hardloper. Wat ik met u wil delen vandaag is de koppeling tussen design en sport. En hoe wij denken vanuit de TU Eindhoven daar een rol in te kunnen spelen. Allereerst, bij TU Eindhoven denken veel mensen aan techniek. Ja, dat doen we ook. Zijn we goed in. Zijn we de beste universiteit in Nederland. En daar zijn we een klein beetje toch wel trots op. Maar aan de andere kant, wij doen ook veel in de maatschappij. De laatste 5 jaar heeft het bestuur van de TU Eindhoven ook expliciet gemaakt dat er een drietal focusgebieden zijn waar wij ons ook in de maatschappij druk over willen maken. En dat zijn energy, health en mobility. En met name over dat gezondheidsstuk, health, is ook waar wij ons onderzoek op het gebied van sport doen. Waar komen wij vandaan? Als je hebt gezondheid en sport, dan zie je dat in de westerse wereld heel veel mensen een fors probleem hebben. We krijgen allemaal op de lagere school, op de middelbare school, een stukje sportonderwijs mee. Dat is deel van het opleidingspakket. En op een gegeven moment zie je die sportbeleving bij heel veel mensen inzakken. Ja, we kijken graag naar voetbal, maar dan het liefst vanuit op de bank met een pilsje in de hand. En ook op de Olympische Spelen, u zegt de fantastische beelden van Sochi, daar leven we allemaal mee. Maar om op een gegeven moment zelf ook in beweging te komen, dat is dan vaak toch een lastige stap. En je ziet dat inderdaad in Nederland meer en meer optreden. Maar een veel beter voorbeeld daarvan zien we nog in de Verenigde Staten, waar op dit moment de stelling geldt, als mensen hun auto zouden onderhouden zoals ze hun lichaam onderhouden, dan waren de snelwegen leeg. Zoiets mag niet de snelweg op, maar aan de andere kant, zoiets dat zien we dagelijks om ons heen. En het kost ons als maatschappij allereerst, voor dergelijke mensen de kwaliteit van leven is laag, maar het kost ons als maatschappij ook handenvol geld om te zorgen dat die mensen nog een beetje kwaliteit van leven kunnen hebben. Als je nu kijkt naar sportonderzoek, dan weten we heel veel van topsporters en dat is ook heel goed. Ik kom zelf regelmatig op Papendal en wat je ziet wat we er allemaal kunnen meten aan topsporters, dat is fantastisch. Maar als je kijkt wat we eigenlijk weten van breedtesporters, dan is dat eigenlijk verschrikkelijk weinig. Want we kunnen die mensen niet in een lage drukcabine zetten, we kunnen die mensen niet volhangen met van alles en nog wat op een loopband en dat soort toestanden, want dat werkt niet. Het zijn er te veel en wat ze nou allemaal precies doen, ja, we weten het niet. Dus vandaar, wij als designers zijn aan alle kanten bezig, hoe kunnen we die koppeling leggen tussen wat we aan de ene kant weten van de topsporters, naar aan de andere kant wat we kunnen bereiken voor die breedtesporters. Dat begint, dat doen wij niet alleen hier in Eindhoven. Je ziet dat inderdaad om ons heen ook in andere landen in West-Europa. Maar op dat gebied is nog heel veel onderzoek gaande. Wat doen we op de TU Eindhoven op dat gebied? We hebben een groot onderzoeksprogramma. Dat is heel nieuw. Een jaar geleden bestond het nog niet op die vorm. We noemen het programma People, Sport en Vitality, afgekort PSV met een knipoog hier naar de gemeente Eindhoven, maar ook met een knipoog naar ons rector die een groot Feyenoord-fan is. Oké. Wat veel mensen niet weten is hoe breed dat programma door de TU gedragen wordt. Technische Universiteit Eindhoven, we hebben 9 faculteiten en van de 9 doen er hier 5 voluit aan mee. En we doen dat ook buiten de TU Eindhoven. We werken op dit gebied nauw samen met Fontys Sporthogeschool, met Fontys nog veel breder dan de Sporthogeschool, maar ook met de Universiteit Utrecht. We hebben inmiddels daar een convenant en dat wordt ook een gezamenlijk speerpuntgebied, Healthy Urban Living, People, Sport and Vitality. Een klein stukje over de koppeling met design, want we zijn hier op de Dutch Design Week en ik denk dat het belangrijk is ook aan te geven van wat doen wij nou hier? Is dat een toeval? Sochi, hartstikke leuk idee, Dutch Design Week, achter was een gaatje over. Nou, dat is beslist niet het geval. Design
sport hebben alles met elkaar te maken, zeker als het gaat over die breedtesport. Als je hier kijkt, op het moment dat je mensen in beweging wil krijgen, dan moet dat gebeuren op een manier die voor die mensen aantrekkelijk is. Vervolgens kun je kijken van, werkt dat ook? Je kunt een stuk analyse en modelleren uitvoeren en vandaar ga je weer naar nieuwe proposities. Dat noemen wij wat met een moeilijk woord experiential design landscapes. Wij kunnen als designers niet zomaar wat voor breedtesporters gaan ontwikkelen, want we weten helemaal niet wat die mensen daarmee gaan doen. Dat is heel verrassend. We werken op dit gebied nu al een hele tijd met die mensen samen. En als je nou ziet wat aanslaat en wat niet, we weten het niet. Wat we wel weten is dat we kunnen daar veel aan meten en we kunnen daar inderdaad ook analyses op uitvoeren. Dus waar gaat ons onderzoek over? Nou, dat gaat aan de ene kant, wat beweegt mensen om te gaan sporten? Of wat beweegt mensen om niet te gaan sporten? Wat zijn hinderpalen? Kunnen we nieuwe concepten ontwerpen die aantrekkelijk zijn en daar gebruik ook maken van aan de ene kant techniek, maar ook aan de andere kant inspiratie vanuit de topsport? En kunnen we dat ook in context valideren? Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar ik wil dat gewoon een stukje laten zien. Dat is veel meer dan een leuk theoretisch verhaal. En dat gaat eigenlijk over 3 stappen: data-acquisitie, analyseren en modelleren en het ontwerpen van interventies. Even kijken, nou zou die moeten verspreiden. Zo deden we het 4 jaar geleden. Hartstikke leuk, op de loopband, experimentele sensoren overal over onze kleding. U ziet, ik loop af en toe zelf er ook mee. En voor breedtesporters is dit volstrekt 100% onaantrekkelijk. Want op het moment dat je iemand die dus inderdaad, ja, ik train op maandag met name mensen met een maatje meer, confectiemaat 48 en verder, hijst die in zo'n strak pak waar alle sensoren lekker vastzitten, dat is een ramp. Dat werkt absoluut niet. Zelfs topsporters vinden het verschrikkelijk, maar brede sporters, nou, die zeggen van jongens, bekijk het maar. Dus waar je naar aan het zoeken bent, dat zijn dus designs waarmee je dus aan de ene kant die techniek, dat begeleiden, dat coachen, dat motiveren van die sporters dicht bij die sporters kunt brengen, maar aan de andere kant op een dusdanige manier kunt doen dat ze er ook op straat mee willen lopen. Nou, voor ons als onderzoekers is een fantastische uitkomst de smartphone. Niet dat ik aandelen heb in iPhone of Android of wat dan ook, maar je kan tegenwoordig allerlei dingen creëren, heel makkelijk ontwerpen, waar je al die data kan verzamelen in zo'n dingetje op je arm of ergens op je rug, zonder dat je er als sporter last van hebt. Dus wij kunnen, 5 jaar geleden konden we dat nog niet, maar wij kunnen op dit moment bij breedtesporters net zoveel meten als we kunnen bij topsporters. En dat is gewoon door je eigen telefoon. Hier wat we allemaal kunnen meten, van alles aan nog maat en het houdt niet op. Maar wat gaan we daar nou mee doen? En dat is misschien het leukste om te laten zien, gewoon een aantal voorbeelden. Wat wij op dit moment kunnen doen, wij kunnen voor breedtesporters kleding ontwerpen die je al lopend je houding kan corrigeren. We merken dat bijvoorbeeld bij veel breedtesporters op het moment dat je een 4, 5 kilometer hard loopt of een 10 kilometer, wat ga je doen? Je gaat sloffen enzovoort. En we hebben niet, zoals je inderdaad ziet bij de topsporters, dan een coach die zegt, denk aan je houding, denk aan je afrollen en dat soort toestanden. Wij kunnen dit op dit moment. Wij kunnen dit met simpele sensoren aan je enkels, waardoor je real-time kan kijken van jongens, breedtesporter, als je een blessure wil voorkomen, dan moet je nu op een andere manier gaan lopen. Dit kunnen wij. Ook een ander voorbeeld is inderdaad de transpiratie. Wat wij merken, hele leuke. Heel veel mensen vinden het tegenwoordig fantastisch om eens een keer een halve marathon te lopen. En dat wordt dan afgesproken in de kroeg met een pilsje erbij, stevige woorden, voordat je het weet heb je ingeschreven. En als het dan zoals vorige week zondag, of afgelopen zondag in Amsterdam, maar de zondag ervoor in Eindhoven, net een paar graden warmer is, dan zie je mensen aan alle kanten uitdrogen. Nou, wij kunnen op dit moment meten, gewoon in een simpel shirt, of je inderdaad nog wat transpireert en of dat goed gaat.
Wat ook heel belangrijk is, is een spelelement erin te brengen. Bij volwassen mensen heb je vaak inherente motivatie. Ik wil die marathon, die halve marathon, nou eenmaal lopen. Maar bij kinderen is het, als je niet de kick hebt van gaming, Grand Theft Auto of dat soort toestanden, dan is er geen enkele reden om in beweging te komen. Wij zijn hier, dit sportbeweegplein op Noord, hier in Eindhoven, aan het kijken dat je de combinatie tussen games, computergames, en sport, bewegen, erin kan krijgen, zodat die mensen in die leeftijd, pak een beet, tussen de 14, 18, 19 jaar blijven sporten en bewegen. Ja, blijf het zelf ook leuk vinden, dit soort zaken. En hier zijn inderdaad voorbeelden van hoe je dat ook met de jongere jeugd, dit soort zaken, doet. Dit leidt tot nieuwe vormen van sport, nieuwe vormen van bewegen. Dit is een voorbeeld van vorige week zondag, dus zeer recente data. U ziet hier zomaar een toevallige sporter die meeloopt bij de Marathon van Eindhoven. Maar wat u misschien niet weet, is dat er op dit moment 50 van deze sporters lopen, die hier aan hun enkel, in hun shirt, via een oortje worden gecoacht, hier op hun pols nog van alles nog wat hebben. U ziet er nauwelijks wat aan, maar pilots voor op een verantwoorde manier die sport bedrijven, gebruikmakend van de modernste techniek. Dit waren er 50 afgelopen marathon. Onze ambitie is om er volgend jaar 1000 te hebben. En die 1000 niet alleen te coachen in de aanloop naar bijvoorbeeld zo'n halve marathon, maar inderdaad ook in de 3 maanden daarvoor en de 3 weken daarna. Het is een voorbeeld wat we op dit moment aan de TU Eindhoven doen, waar we dus aan alle kanten gebruik maken van de koppeling met wat er uit topsport mogelijk is, maar wat de eisen, de wensen zijn die er vanuit breedtesport worden gesteld. En inderdaad, wij doen dat direct in het veld met eindgebruikers. We doen dat met mensen zoals u en ik, geïnspireerd door de topsport, maar gebruikmakend richting de breedtesport. En zoals gezegd, we zijn er druk mee bezig. We zijn nog maar halverwege, wat zeg ik halverwege, we zijn nog maar net aan het begin. Maar wij zien op dit gebied dat we de fantastische mogelijkheden van techniek wat er beschikbaar komt voor de topsporters op dit moment ook bij de breedte sporters toe kunnen passen om te zorgen dat ook die mensen gezond zijn, lol hebben in sport, lol hebben in bewegen. En wat ons betreft gaan we daar nog de nodige jaren in door. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel, Arnoud. Inderdaad, zijn er nog vragen? Steek je hand even op, dan kom ik naar je toe. Zijn er vragen? Ja, natuurlijk. Zoveel vragen. Nou, die komen gelijk nog. Arnoud is nog heel even hier, druk programma in deze Design Week. Dus schiet er wel.